Hallo allemaal, het is weer april 2021 en het is maandag. Monday, Monday, Monday. What a great day to start your workout. En we gaan vandaag weer 3 oefeningen doen, 3 exercises. And we need one weight today. The first exercise is a goblet squat. What's a goblet? I'll explain. It's a medieval cup and it's shaped like this. And that's why we hold it like this, pushing it in between the hand palms. Ja, een goblet, een hele ouderwetse koppie uit de middeleeuwse tijden. Een beetje zoals dit, een kelk. En de tweede oefening, de second exercise, is a bicycle crunch. But with a weight, it's going to be really nice for your core. En de derde is een lekkere biloefening voor de zijkantjes van de billen. Op handen en knieën, hands and knees, and you don't need a weight for that. So, just need one weight for this workout. And you can also grab a big book or perhaps like something heavy you have laying in your house. But make sure it's not made out of porcelain, okay, of glass, okay, niet doen wij. Goed, daar gaan we dan. Goblet squat jump, that means no sumo squat jump. It's with the feet parallel. En ik ga dus echt naar beneden zitten. Make a perfect squat. Sit. Helemaal naar beneden. En jump up. En down. Up. Down. Yes. En 3. En 4. Schouders naar. Open your chest. 5. 6. 7. Doorzetten. 8. 9. Keep the symmetry. 10. 11. Kom op. 12. 13. Beweeg je bil. 14. 15. Ga door. 16. 17, 18, 19, 20. Helemaal leuk. Ik ga lekker liggen op mijn matje. Eerst doe ik mijn onderrug in mijn mat. Press the lower back down. Hold your weight right above you. So try not to make it come forward, okay? Schouders laag, shoulders away from the ears. Lengthen one leg. En dan push it out. Zet kracht. En 3, en 4, en 5, look at your belly contract, 7, doe weg, 8, 9, kijk naar voren, 10, kom op, 11, 12, 13, 14, ietsje hoger, 15, 16, 17, 18, 19, 20, helemaal goed. Nou, wat je ook zou kunnen doen, is een timer zetten. Ik kan het even doen, een van de rondes, misschien wel de volgende ronde. So, my final exercise is on all fours. Let up. I want you to make a straight lower back. So, not an arched one. Hou je buik actief. Don't drop your belly. En hou de nek ontspannen. Relax your neck. Ja? Okay, I'm going to start with my left leg. My knee up. Kleine stukjes. I'm pulsing it up. And I'm flexing my foot. En wat zie je dan vaak? Gaan mensen hier hangen, die hip, don't push the hip out. Keep the arms extended. And if you feel it in the standing leg, this means you have to put your hands behind your back. Kijk eens even of het lukt. Zet kracht, duw hem op. Dus ik ga hem doen net zo lang tot ik hem voel en dan gooi ik er nog even een paar halingen bij. Nou, op deze manier zal ik de komende 2 ronden doen. En de derde en vierde ronde zal ik even doen met een timer. So I'll use the timer on the final 2 rounds. But this round, I just want to listen to my body. Because it's pulsed, they're very short reps. And when I count them, they're probably about 50 or more. And it drives you crazy counting to 50. So I'm not going to do you. Make you do that. Okay, let's span your neck, hey, buik weer in. Pull up your abdominals. En lift it up. Kom op. 8, 7, 6. Trek je armen op. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. So I feel it burning on the side of my leg. This is the purpose of the exercise. Als ik niks voel in mijn heupen, kan ik net zo goed gewoon dit gaan doen. Zo. Oh, lekker vlug. So this is what I could do as well. But I'm not going to do it. Because I'm going to do 20 goblet squats. Are you with me? Think about this movie. Lord of the Rings. Ah, okay.
ready, steady. Sit, push in. Twee, nek is lang, don't pull the shoulders up. Three, four, adem uit. Vijf, ga laag. Zes, en zeven, en acht, negen. Kom op, tien, en tien, negen, acht, zeven, zes. Go, go, go. Vijf, four, three, two, one. Heerlijk. Zo. Dan gaan we weer. Rug bol maken. Buik intrekken. Arms are up, not forward. Lengthen your neck. Extending legs. 1, 2, duw weg. 3, buik in. 4, ietsje hoger. 5, 6, 7, 8, 9, blassen. 10, ietsje hoger. 11, buik in. 12, 13, 14, 15, ietsje verder. 16, 17, ietsje hoger. 18, 19, 20. Nou, ik hoop dat je hem voelt. If you don't feel it, you need a little more. Zo. Nou, ik ben benieuwd hoe dit zal gaan met deze bil. Want ik heb hier een beetje stijfheid vandaag. Dus ik ga mezelf er even doorheen trekken. What you can do if you have sensitive knees. Make it soft under the knees, please. Are you ready? Nek is lang. Trek je buik in. En op een klein stukje zetkracht. Push it out. Yes. And perhaps like I do, you have one hip a little bit more stiff than the other. Yes, it's possible. Keep going. Hou hem vast. En let op, verplaats het lichaamsgewicht niet naar links. Don't move your butt to the left. If you feel you can't almost hold yourself back from doing so, lift your arm behind your back. Oké, kom op, ga door. Ik voel hem al, maar daarnet ging ik er ontzettend lang mee door. Dus ik ga nu ook iets langer door. Meteen trek ik naar me toe. Try to push the toe in, flexing the foot. Come on and do it. Trek je buik in. Adem in en uit. En 7. En 6. Schouders ontspannen. Niet optrekken. 5. Nek is lang. 4. En 3. En 2. En 1. Heerlijk. Very nice. So, the third and fourth round. I will do a timer. And let's see what happens. Let's see how long I can maintain it. Okay. Goblet squats. Get ready. 20 reps. Dus probeer echt diep te gaan, hè. Get ready for it. 20 reps. De voeten zijn op schouderbreedte, niet te breed. 1. Push. 2. 3. Billen. 4. Come down. 5. Schouders laag. 6. 7. 2 benen. 8. Op je hele voet. 9. 10. Kom op. 10. 9. 8. 7. 6, 5, doorgaan. 4, 3, 2, 1. Lekker hoor. Zo. So, I want to invite you to do with me a timer for bicycle crunches. First I take a little step and then you're going to do it. A sip out of my ancient goblet. Cup. Die heb ik buiten beeld staan, dus dat zie je niet. Maar die heb ik dus wel. Ready? 1 minute timer. Armen. Push. Zet kracht. Schouders van de mat. Duw. Dus nu doe ik hem echt veel langer dan daarnet. Let op je schouders. Don't shorten the neck. Lengthen the back of the neck. En dan push with power the legs out. Zet kracht. Je buik zin. Push it. Kom op. Ietsje hoger met je armen. Yes, coming up with the shoulders. Pressing. You can do this. Yes, doe weg. Kracht. Bam. Adem door. Shoulders up. Abdominals engaged. Kijk eens naar die buik. Doet hij nog mee? Ja. Yeah. Hoe lang nog? Oh, 15 seconden. Dit gaat goed. Yes, a 1 minute timer is perfect. Ietsje hoger. Kom op. Press.
duw weg, rug in de mat, press your lower back. You can do it. Bam. Haal voor iets hoger. Zet kracht. Yes, that's it. Naar timer. Heerlijk. Zo. Nou, dan pest ik mezelf toch net even ietsje meer dan als ik hem gewoon even aftel, hè. Dus ik zou echt zeggen, doe maar lekker 1 minuut. Okay, guys. Are you ready for 1 minute timer? For the legs, yes? Let's do it. Okay. We beginnen met links. Start with left. Here we go. Press. Flex your foot. Til hem op. And then focus on your abs. Pull them inside. Ontspan je nek. Til zo hoog mogelijk op met de knie. I want you to go as high as possible. Hou de 2 armen gestrekt. Yes, you can do it. Heerlijk. Even nog. A little higher, please. Let's go. Hou die 2 armen gestrekt. If you like it better, you can do it on the knuckles too. Why the hell not? It's all good. Zet nog even door. A little higher, please. Yes, you can. Woo. Even gaan met die banaan en die benen. En 1 leg nog, 10 seconds. Nou, die is ook ontzettend effectief. Dus so I would suggest making this with a timer instead of counting reps. A little higher with the knee. And we're done. Heel goed. Nou, maak even een stretch. Make a little stretch. Sit next to your left foot with your left butt. And now lean forward and feel the stretch on the side of your butt. Lekker hoor. Geweldig. En dan ga ik nog 1 rondje doen. Why not do 1 more round? Let's do it together, oké? Okay? Pak je moed weer op. Laat de moed niet zakken. And here we go. So please, no pressure on the neck. I keep seeing it. And that's why I keep saying it over and over again. Alright, you with me? Last round. Sit and press. 2, 3. Dus niet 1 kant op leunen, hè? Haal het symmetrisch. 4, 5. 2 voeten op de grond. 6, 7, 8. Kom op. 9, 10, 10. If you don't want to jump, I didn't say that. You can do it without jumping, hè? Ja? 9, 8, 7. Vergeet helemaal te zeggen. 6, 5, 4. Ietsje lager. 3, 2, 1. Oho. Lekker. Alright. Our final time. Bicycle crunch. 2 more exercises and then we're finished. Pak mijn timertje er weer bij. Yes, let's go. En push. Duw. Kracht zetten. Actief de buikspieren aanspannen. Schouders omhoog. Kin op de borst. Duw weg. Bam. So imagine somebody's over there. It's a person who never takes out the trash and puts it in front of your door. A smelly old trash bag. So, you're going to kick. Bam! Push. Zet kracht je buik in. Duwen. Schouders van de mat, kin op de borst. Yes, you can do it. Even doorgaan. 20 seconds. Ik voel hem al in. I like it. A little higher. Arms up, a little higher. Kom op. Bam. Trek hem weg. Zet kracht. Yes. You can do it. Do it, do it. Oh, heerlijk. Kom op, kom op. Ja. Yeah. That's it. Heerlijk. So, if you feel your abdominal muscles burn, congratulations to you. It's a lovely thing. If you want a little stretch, extend your body. Til je borst een beetje op. Geef even wat rust en wat lengte aan de spiertjes. Okay, mensen. My final exercise. I like it. Let's do it. You and me. Here and now. The time to train is now. Let's go. Kleine stukjes flex je voet. Hou je borst rechtop. Je schouders laag. No pressure on the hands. Keep pulling your abs in. Zet kracht. Yes. En we zijn er bijna. Hou nog even vol. Til hem lekker hoog op. As high as you can. Suck in that belly. Don't stop. You can do it. A little higher.
Lekker hoor. Hou vol, hè. Niet opgeven, don't give up. You can do it. Ietsje hoger weer. Don't drop the leg. And don't stop flexing your foot. It's important, niet met de heup hangen. If you feel it in the standing leg, it's time to switch your weight back to the weight, to the leg you're lifting. Okay, doorgaan. Woe, hoe laat blijven we? Ik kan het niet zien. Nou, dan moet ik gewoon wachten tot hij weer gaat trillen. En dan is nu de timer is klaar. Super, helemaal top. So, I'm going to give myself a little stretch. Ik zet mijn rechterbil naast mijn rechtervoet. En dan leun ik naar voren. En misschien heb jij het wel nodig om iets meer die kant op te gaan. Dan voel je misschien wat meer. Heerlijk. Zo, ik kom rustig overeind. Heerlijk, een leuke workout. Ik hoop je snel weer te zien. Ik hoop dat het goed ging met je. En ik zie je waarschijnlijk morgen weer. Tuesday. Tomorrow. Let's do it. Tot morgen. Doei!